Hey mensen, welkom bij dit kanaal en mijn kanaal. Wow, ik moet er nog echt aan wennen hoor. Het is pas de tweede video dat ik dit doe. Hartstikke cool. Maar, zoals we allemaal inmiddels wel weten, omdat ik dat echt heel vaak zeg, is dat Toronto echt een knijtergrote stad is. Echt heel groot. Ruim 10.000 straten, ruim 10.000 straten, dat zijn goed. Heb je hier in deze stad? 10.000! Echt insane! Ik heb wat opgeschreven waarvan ik twijfel of jullie weten hoe je die moet uitspreken. De eerste is... Wat denk je? Blur Street. Blur Street. Hoe verzin je het? Echt waar. Echt waar. Hoe verzin je het? Oké, hier komt de tweede. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Komt ie. Ja? Nee? Queen's Key. Key. Q-U-A-G-I. Key. Dat is een beetje geen sens. Maar in ieder geval, Queen's Key. Hartstikke leuk. En dan ga ik even spreken hoor. Oh ja, die hebben we ook nog. De andere waren de straatnamen, ja. Dus we hebben dan inderdaad Blur Street en Queen's Key, dat zijn allebei straten. En nu hebben we een deel van Toronto. Ik had een vlek met die herrie, wil je? Wacht even hoor. De volgende is dus dit. Ja, wil je gokken? Wacht ik? Nee, waarschijnlijk is dat het ook niet. Nee, dit is namelijk Etobicoke. Die KE spreek je niet uit. Hoe dan? Etobicoke. Hoe dan? Echt. Oh, die andere is ook een plaatsnaam. Dit is een voorstad van Toronto. Ja. Dat is deze. Ja. Nee, geen idee. Dit is Van. V-A-N. Is de uitspraak. Van. Letterlijk. Like. What? Het is net als Frans en andere talen. Er zijn zoveel letters die niet uitgesproken worden. Waarschijnlijk hebben we dat in Nederland ook zonder dat we het doorhebben, maar toch, hè? De laatste die ik dan voor vandaag heb, want ik ga vaak van dit soort video's maken, want die vind ik leuk, is deze. Dit is dan weer een straatnaam. Ja, echt. Moet je kijken. Dit is Sherburn. 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 Ja. Met deze logica is het The Burn Ultimate. Weet je, de... Hoe heet die film ook weer? The Burn Ultimate met deze logica. Sherburn! Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video's vinden, want dan ga ik meer van dit soort dingen maken. Want Toronto heeft nog knijterveel, of veel meer straten en plaatsnamen. En hoe heet ik het allemaal? Wow, goed gedaan. Waar je twijfelt over de uitspraak en de spelling, want er klopt vaak echt helemaal niks van. Maar, dan weet je dat. Dit was dus de tweede video die ik maak. Oh, super spannend. En tot de volgende. Toedels.